Ja, dankjewel. Goedemorgen, welkom bij deze eerste lezing. Hoewel we in een tijd leven waarin er een bevestiging lijkt te zijn van het al onbekende adagio zoveel mensen, zoveel meningen, waarbij iedereen zijn eigen mening voor waarheid houdt, durven wij toch te beweren dat er slechts één waarheid is. Iedereen mag dan zijn eigen kleine waarheid hebben. Er kan maar één absolute waarheid zijn: één waarheid die duurzaam is, betrekking heeft op alles wat bestaat en in alle omstandigheden toepasbaar is. En als je even nadenkt, kun je de logica hiervan inzien. Er kunnen namelijk geen twee waarheden zijn, want als het zo was, dan zou de ene. De andere weer spreken, wat van één van die waarheden een onwaarheid maakt. En dat kan dus niet. Maar let wel, we spreken nu over waarheid met hoofdletters geschreven. Die waarheid is de werkelijkheid, is het wezenlijke, is de ware aard van alle dingen, is de essentie van het leven zelf. Feitelijk is die waarheid het grenzeloze. De allerdiepste achtergrond van alles wat bestaat. Niets uitgezonderd. We zullen straks langer stilstaan bij deze waarheid. Maar we kunnen nu alvast zeggen dat. als het grenzeloze de achtergrond is van alles wat bestaat. dat onze zintuigelijke waarneembare wereld. dus de wereld die we zien, die we horen en die we voelen. een aspect ervan is. En dat achter die voor ons uiterlijke wereld ontelbaar veel andere werelden schuilgaan. In dit verband spreken we wel over spirituele sferen of werelden, waarmee we dus doelen op gebieden, dus een bepaalde werkelijkheid, waarvan de uiterlijke wereld een reflectie is. En dat is heel belangrijk om te beseffen, want hoewel er één grenzeloze allesomvattende waarheid of werkelijkheid is, het al zou je dat kunnen noemen, zijn er talloze beperktere waarheden. En die kleinere waarheden of deelwaarheden zijn dus op zich niet onwaar, maar ze zijn relatief. En dat wil zeggen, ze staan in relatie met een grotere en met een kleinere waarheid of waarheden... En daar zit voor ons mensen vaak de moeilijkheid, want we missen nog de wat ruimere blik om te zien dat zo'n kleinere waarheid onderdeel is van iets groters. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze stip. Als je die stip voor jezelf beschrijft, hè, je stelt voor jezelf de kleur en de vorm vast, dan zal dat, nemen wij aan, een min of meer adequate beschrijving van die stip zijn. Maar als we wat uitzoomen, dan zie je iets heel anders. En als je nu een beschrijving moet geven van die stip, zal dat waarschijnlijk heel anders zijn. Hè? Dan zou je misschien in de gaten hebben dat het een oorbel is. En in ieder geval zou je die stip zien als een onderdeel van een groter geheel. En als je dan nog, figuurlijk, een stapje achteruit doet, dan zie je dat dit grotere geheel behoort tot een schilderij. En kijk je daar weer achter, dan weet je dat dit schilderij een door de schilder ervaren en weergegeven afspiegeling is van een nog grotere werkelijkheid. Die stip is dus onderdeel van een schilderij. Dat schilderij is een weerspiegeling van een werkelijkheid die de schilder wist vorm te geven. Die werkelijkheid is echter niets meer dan slechts één facet van een nog grotere werkelijkheid. In dit licht kun je spreken van deelwaarheden binnen deelwaarheden. Alles wat bestaat is een onderdeel van een grotere waarheid en is op zijn beurt weer onderverdeeld in kleinere waarheden. Neem als mensen als voorbeeld hè? onze werkelijkheid. Onze waarheid is de stad waarin we leven. Die stad is onderdeel van een land. Het land is onderdeel van een werelddeel. Onderdeel van de planeet Aarde. En die planeet Aarde is weer onderdeel van ons zonnestelsel. En daarom kun je zeggen dat voor ons mensen op deze planeet de grotere werkelijkheid het zonnestelsel is. Ofwel, we spreken over het zonnestelsel als onze werkelijkheid, maar dan bedoelen we niet alleen de zichtbare zon en de planeten. De planeten waarnaar we raketten sturen, zodat we iets van kunnen leren kennen. Maar we doelen vooral ook op die andere werelden die de zon als bron, als kern hebben. We hebben het dan over een groot scala van voor ons niet waarneembare werelden. Zoals dat trouwens precies bij de mens het geval is. Want ook een mens is samengesteld uit verschillende aspecten. Zoals we in de volgende lezingen verder zullen uitleggen. Laten we daar nog een stapje achteruit doen. En zie, de zon is niets dan een stipje in een kosmisch schilderij dat we de Melkweg noemen. Een nog grotere waarheid. En ons verhaal wordt een beetje eentonig, maar we doen nog één of enkele stapjes achteruit. Bijvoorbeeld met de onlangs gelanceerde ruimtetelescoop James Webb. En we zien dat er miljarden, en miljarden. Melkwegstelsels zijn. Verder lukt het niet om te kijken. Maar het ligt voor de hand dat zelfs al die melkwegstelsels niets meer zijn dan een stipje in een nog groter schilderij. En als we naar de kleine wereld van de cellen en de atomen en de elementaire deeltjes kijken, dan kunnen we precies hetzelfde verhaal vertellen, alleen nu in omgekeerde richting. En Cel bestaat uit moleculen, die uit atomen, atomen bestaan uit kleinere partikeltjes. Is hier een grens? Zeg het zelf maar. Laat je intuïtie maar spreken. Dus naar het grote en naar het kleine toe, naar binnen en naar buiten, nergens stuiten we op een grens. En is dan niet de waarheid, en let wel, de waarheid met hoofdletters geschreven. De waarheid waarover we zojuist spraken. niet die onbevattelijke grenzeloosheid. grenzeloosheid en oneindigheid. in alle opzichten, dus in duur. in omvang. ze gaat elk menselijk begrip te boven. en is dus niet afhankelijk. van de menselijke perceptie. In het symposium van. 2020, de theorie van alles. hebben we hier. Uh, Lang bij stilgestaan. Je kunt die lezingen nog op uh, YouTube uh, vinden, op ons kanaal. Of je kan ook uh, uh, Lucifer opslaan, want we hebben een verslag gedaan van dat symposium. Het is uh, goed om nog eens door te lezen, want daarin staat ook beschreven dat al die werelden, klein of groot, uitdrukkingen zijn van levende wezens. En de waarheid zou je daarom ook het grenzeloze leven zelf kunnen noemen. Niet één leven, maar de bron, de essentie van elk levend wezen dat in de oneindigheid bestaat. Die grenzeloze waarheid gaat ons bevattingsvermogen te boven, maar trek daar geen voorbarige conclusies uit. Want we kunnen wel degelijk de grondidee ervan begrijpen en daar in ons leven. Een rekening mee houden. En in eerste, een zeer belangrijke conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat er een essentiële eenheid is, aangezien alles onderdeel is van dat grenzeloze leven. En natuurlijk zien we in onze uiterlijke wereld grote verschillen tussen bijvoorbeeld planten en dieren en mensen en tussen mensen onderling. Maar die verschillen zijn niet essentieel. Ze zijn tijdelijk. Want elk wezen, van atoom tot ster, is een onderdeel van het grenzeloze. Een onderdeel van het grenzeloze is hetzelfde als het grenzeloze. Want een beetje grenzeloos bestaat niet. Het grenzeloze is dus onze gemeenschappelijke oergrond. De essentie, de essentiële eenheid die aan alles ten grond zal liggen. En de tweede daarmee samenhangende conclusie is dat universele broederschap een feit is. En met het woord broeder doelen we niet op een mens van het mannelijke geslacht, maar op het feit dat alle wezens voortkomen uit de figuurlijke ouder uit dezelfde bron. Of nog beter gezegd, hetzelfde levenssap. Dezelfde levende energie, hetzelfde bewustzijn. En je ziet, we zoeken naar woorden om dit verheven beeld te schetsen, stroomt door ons allen. Feitelijk zijn we delen van elkaar. En met deze conclusie wordt de abstracte idee van waarheid ineens een stuk concreter. Als je leeft volgens die waarheid en je kijkt diep in de ogen van je medemens, of diep in het hart van een bloem. Of je ziet in een donkere nacht de sterrenpracht, dan zie je jezelf. Je ziet jezelf weerspiegeld in de ander en de ander weerspiegelt zich in jou. Zou je ooit je broeder iets kwaads willen aandoen als je dit beseft? Of zou dit besef juist aansporen anderen te steunen en te helpen en te inspireren? Ik zou zeggen. Geef zelf maar het antwoord. Laat ook hier je intuïtie maar spreken. Nu kun je terecht afvragen, als er slechts één waarheid is, wat zijn dan die kleinere waarheden? Wel, het antwoord hebben we hiervoor eigenlijk al gegeven toen we het woord afspiegeling of reflectie gebruikten. Elke deelwaarheid is een beperkte reflectie, een weerkaatsing van het grenzeloze. En die reflectie is niet willekeurig, is niet toevallig, zeker niet. Er is orde en wetmatigheid in de kosmos. Er zijn vaste patronen, zoals we zo duidelijk zullen maken. Zelfs als we het hebben over kosmische eenheden zoals zonnen of melkwegstelsels, voor ons onbevattelijk groot, dan nog eens hier sprake van een deelwaarheid, van een stip op een nog veel groter schilderij. En dus is er sprake van beperking. Deelwaarheden zijn dan ook altijd in lijn met andere, met grotere waarheden. Wanneer we een grotere waarheid ontdekken, degraderen we een deelwaarheid niet tot onwaar. Nee, we zien alleen dan de beperking ervan in. Om dat uit te leggen aan de hand van het bekende voorbeeld van de blinde en de olifant. Elke blinde die een deel van de olifant betast en daarvan een beschrijving geeft, heeft een deel van de waarheid te pakken. En dat deel is niet strijdig met het andere deel. Het vult het aan, en samen maken ze het plaatje iets completer. En bij dit alles moet je er goed van bewust zijn dat elke waarheid, groot of klein, niet voortvloeit uit mechanische werkingen. Hey, maar eens, omdat alles onderdeel is van het grenzeloze, van het grenzeloze leven. is elk verschijnsel, is alles wat bestaat, een levende entiteit. Er is sprake van een eindeloze hiërarchie van bewustzijn. En daarmee bedoelen we. er is een geheel van levende wezens. Er is een schitterende samenwerking tussen alle stippen. op het figuurlijke schilderij. Er is één kern. De top, het verst ontwikkelde wezen. En verder zijn er wezens van verschillende ontwikkelingsniveaus. Elk van die wezens leeft op een van de gelaagdheden van de hiërarchie. Maar omdat al die wezens de top als kern hebben, en dat is het hart van hun hart, is er sprake van een fundamentele of van een essentiële gelijkheid. Dus ook al is een wezen nog zo onontwikkeld, het staat helemaal onderaan in de hiërarchie, het heeft dezelfde potenties als de kern van hiërarchie. Er is geen gelijkheid in de zin dat elk wezen op dezelfde wijze zich manifesteert als anderen. Gelukkig niet, want dat zou een saaie boei zijn. Nee, in het uiterlijke leven zijn er verschillen tussen wezens, maar de gelijkheid zit hem in de gemeenschappelijke oorsprong van alles. In een hiërarchie. En als je die hiërarchie dan weer beschouwt als een beperkte afspiegeling van het grenzeloze, en elk wezen in die hiërarchie als een beperkte uitdrukking van de top van de hiërarchie, en elk wezen zelf is op zijn beurt ook weer een hiërarchie, dan krijg je een beeld van hoe de structuur van de natuur is. En tussen die wezens, zoals gezegd, is er een Werkelijk schitterende samenwerking, waarbij de verder ontwikkelde wezens de minder ver ontwikkelde wezens inspireren. En de minder ver ontwikkelde wezens functioneren als voertuigen, als instrumenten voor die verder ontwikkelde wezens. Klinkt dit abstract? Kijk maar eens naar je eigen lichaam. Werk je niet samen met de biljoenen cellen en de triljarden atomen die je lichaam vormen? Op dezelfde wijze werkt het bewustzijn van de zon samen met ons. Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. We kunnen niet zonder elkaar. En de universele patronen die we in deze samenwerking zien, zijn dus geen mechanische processen, maar ze zijn de gevolgen van de acties en de reacties van levende wezens. Elk enkele van die patronen kunnen we soms gemakkelijk, soms met enige moeite herkennen. Denk aan cycliciteit, oorzaak en gevolg, de groei van elk wezen. En omdat die deelwaarden onderdeel zijn van die grotere, grenzeloze waarheid, kunnen ze elkaar ook nooit tegenspreken. Tenzij je natuurlijk zo'n deelwaarheid verabsoluteert en de metafoor van de blinde en de olifant verder uitwerkend. Je bij hoog en laag beweert dat een olifant een waaier is, omdat je zijn oor te pakken hebt. En jouw waarheid als tegengesteld beschouwt aan die van iemand die een olifant beschrijft als een slang, omdat hij de slurf heeft gevoeld. Op ons vorige symposium bespraken we de zeven juwelen van wijsheid. Zeven universele patronen. Elk juweel op zich is een deelwaarheid die je nooit andere juwelen tegenspreekt. Integendeel, juist door ze met elkaar te beschouwen, wordt je visie op de waarheid groter. Nu kun je je afvragen, en als je dat doet, wil dat zeggen dat je in ieder geval tot op zekere hoogte al geestelijk ontwaakt bent. En je kunt je afvragen waarom zoveel mensen. Deze grotere waarheid niet zien. Want we zijn er toch een onderdeel van? Want als meer mensen deze waarheid zouden ervaren en ernaar zouden leven, dan was er nu geen strijd, geen oorlog, geen ongelijkheid, geen haat, geen nijd? Het antwoord op deze belangrijke vraag ligt in een psychologisch verschijnsel dat we objectief idealisme noemen. Wat is dat? Laten we het eerst uitleggen aan de hand van de metafoor en het, uh, van het stipje en uh, het schilderij. Als je je bewustzijn focust op dat stipje, hè, omdat je niets anders ziet... en je van dat stipje denkt dat het de enige waarheid is... dan vorm je met je gedachten een beeld van wat je waarneemt. Je waarneming is beperkt en de ideeën over die beperkte waarneming... Zorg ervoor dat jij dat stipje de waarheid noemt, hoewel het op zijn hoogst een deelwaarheid is. Het klassieke voorbeeld uit de Hindoe-traditie om het objectief idealisme uit te leggen is het verhaal van een man die in de schemering thuiskomt en schrikt omdat hij een slang meent te zien. Bij een scherpere waarneming echter blijkt het geen slang te zijn maar een opgerold stuk touw. En toch was zijn angst voor die vermeende slang even werkelijk. Het was een even grote waarheid voor hem als wanneer het een werkelijke slang zou zijn geweest. Conclusie: je maakt dus je eigen waarheid. Je ervaart iets als waar als je waarnemend bewustzijn er werkelijkheid aan toekent. Je denkbewustzijn is in feite onderhevig aan illusie, waardoor je een onjuist beeld maakt van wat je waarneemt. Het antwoord op de vraag waarom we geen grotere waarheid zien, is dus dat ons denken onze beperkte waarneming verkeerd interpreteert. En dat geldt niet alleen voor die stip op dat schilderij of het touw waarin we een slang zien. Hoeveel mensen zien zichzelf als niets meer dan hun lichaam? En zeggen velen niet dat er buiten de uiterlijke wereld niets is? Zo van. wat ik niet zie, bestaat niet. En ook al zijn er vele aanwijzingen dat er wel meer moet zijn, wat zijn bijvoorbeeld de natuurwetten, toch beperken we ons idee van waarheid veelal tot onze zintuigelijke wereld. Nu hoeft. Ons beperkt waarnemingsvermogen geen onoverkomelijk beletsel te zijn om meer van die grotere waarheid te zien. Maar dan moeten we dat wel erkennen. Dan moeten we wel erkennen dat we te maken hebben met een deelwaarheid. En dan moeten we dus onze eigen deelwaarheid ter discussie durven te stellen. En te luisteren naar wat anderen als waarheid ervaren. Doen we dat niet, dan zijn we als een blinde die een deel en soms een heel klein deeltje van de olifant betast en meent dat hij het hele dier kent. Kortom, het je bewustzijn van je eigen onvolmaaktheid bij het ontdekken van waarheid is een voorwaarde om meer waarheid te vinden. En dat is heden ten dagen bij velen de makken. Want overal zien we dat die kleine deelwaarheid wordt opgeblazen tot de enige waarheid. En als iemand dan vertelt dat je te maken hebt met een stip en niet met het hele schilderij, of met een stuk touw in plaats van een slang, dan wordt hij uitgelachen, dan wordt hij niet geloofd en in het ergste geval willen we hem zelfs opsluiten of doden. En denk niet dat we overdrijven hoeveel mensen in het verleden zijn vervolgd en hoe vaak is dat nu nog steeds het geval. Alleen maar omdat ze een andere visie op de dingen hadden. En. Ander voorbeeld, ga eens praten met iemand die sterk in een complot gelooft. Er is geen enkel bewijs en het is van elke logica gespeend en toch kent de complotdenker werkelijkheid toe aan zijn waanidee en creëert al dus zijn waarheid, hoewel alle feiten aantonen dat dit niet het geval is. En denk niet dat... Komplotdenkers zich heel en al onderscheiden van de rest, tot ze totaal anders zijn. Wellicht dat ze wat extremer zijn in hun opvattingen, maar veel mensen beperken hun waarheid evenzeer tot een bepaald idee, een bepaalde gedachten. Getuigt het niet van dezelfde mentaliteit als een psycholoog zegt dat bewustzijn in de hersenen zit en dat de vrije wil niet bestaat. Punt uit, geen discussie mogelijk. Of als een geneticus zegt dat het karakter in ons DNA zit en alle aanwijzingen dat het niet zo is afdoet als onzin. Of als een econoom ervan uitgaat dat in een gezonde maatschappij economische groei nodig is en dat de markt onze problemen oplost. Of de nationalist die bij hoog en laag beweert dat zijn volk anders en beter is dan andere volken. Of de godsdienstige die precies weet. Wat zijn God van ons wil. En wie dat niet gelooft, die moet maar gestraft worden. Het is dezelfde mentaliteit. Wanneer je je eigen visie niet ter discussie stelt, niet openstaat voor een grotere visie, dan ontstaat dogmatiek, dan ontstaat verstarring en raakt het zien van welke waarheid dan ook verloren. In al deze gevallen. Zullen we een stapje achteruit moeten doen zodat ons blikveld groter wordt? Hoe dat moet, zal in de volgende lezing uitgebreid aan de orde komen, waarna we er in de workshop met elkaar verder over kunnen praten. Wij willen deze bijdrage besluiten met de hoopgevende gedachte dat we in ieder geval dat stapje achteruit kunnen doen. Dat is altijd mogelijk, want de hele natuur is één grootse leerschool verdeeld in kleinere leerscholen, die we van klein naar groot kunnen doorlopen. Er zijn al mensen die in dit leerproces veel verder zijn dan wij. Ze zijn ons voorgegaan in het onderzoeken en het onthullen van waarheid. Het zijn deze grote mensen, onze leraren, die ons er zoveel over vertellen. Als ons begrip aan kan. Zij inspireren ons onze vermogens te ontwikkelen. waarmee we steeds meer van die grenzeloze waarheid gaan leren kennen en begrijpen. En het feit dat ze dat kunnen. is omdat ze in zichzelf die vermogens al hebben ontwikkeld. Vermogens die ieder mens. ieder mens in zich heeft. maar die nu nog bij heel veel mensen slapend of sluimerend of latent zijn. En dit is een essentiële gedachte om vast te houden, zeker als we bij de volgende lezing dieper ingaan op hoe we die grotere waarheid kunnen vinden. Want ieder mens, zonder uitzondering, is hiertoe in staat. We zijn namelijk alle die grenzeloze, een onderdeel van die grenzeloze waarheid. We zijn in essentie die waarheid. En daarom hebben we ook alle eigenschappen, alle instrumenten en vermogens in ons om de essentie van die grote waarheid te begrijpen. Het enige verschil tussen ons en die grote leraren is dat zij eenvoudigweg meer van hun grenzeloze vermogens hebben ontplooit dan wij hebben gedaan. Ze hebben verder. Achter de uiterlijke werkelijkheid door weten te dringen. En ze hebben daardoor een dieper begrip opgebouwd. van de onlosmakelijke verbondenheid van alles wat bestaat. Een dieper begrip ook van die essentiële eenheid. waarnaar uiteindelijk de gehele natuur zichtbaar en zichtbaar is terug te leiden. En is dat geen groots beeld? Denk er maar over na. En je zult merken dat het beeld dan steeds groter en verhevener wordt. Ik dank je voor je aandacht en ik geef dan weer het woord aan Iwits. Dank je wel.